leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marlisa en ik ga jullie weer meenemen door mijn boodschappenhal. Het is een beetje anders dan anders. Hoewel ik wel nog steeds mijn witte trui aan heb. Echt, ik geloof dat ik de laatste 4 boodschappen shop los een witte trui aan heb. Ik heb er 2. En dit is echt wel mijn go-to boodschappen trui blijkbaar. Dat gezegd hebbende, is niet mijn mededeling waar ik het over had, maar ik zie het ineens en denk, ja, nog steeds wit. Ja. Maar de reden waarom de boodschappenhal vandaag anders is als anders is omdat ik normaal gesproken de boodschappenhal een week van tevoren film. En dan kan ik op mijn gemakje foto's maken van de maaltijden die bij mijn blog zetten en uitwerken. En dan krijg ik de week erop de video met de bijbehorende blogpost. Vorige week ging dat natuurlijk niet. Want vorige week gingen abrupt de scholen dicht. Mensen gingen massaal hamsteren. En ik heb gewoon op stel en sprong boodschappen moeten doen terwijl mijn schoonzusje thuis was. En ik heb niet heel erg veel ingrediënten kunnen vinden. Wel genoeg om ons een hele week te redden. Maar niet dat ik echt een goed maaltijdplan had of een goed menu. Het was echt wel een beetje lukraak. Pascal is nog een keertje terug geweest voor kaas. Die is nog een keer uit zijn werk gaan kijken of er ergens nog iets van fruit lag. Wat eigenlijk gewoon niet zo is. Dus het was een beetje rommelig. Dus ik dacht, ik ga deze week dan gelijk filmen en editen en voor vrijdag neerzetten. Dus de video die je nu ziet, heb je nog geen boodschap. En dat kwam ik eigenlijk wel heel goed uit. Want ik wilde vandaag boodschap gaan doen voor 2 weken. Doe ik nooit, wil dat voor 1. Maar nu doe ik het voor 2 weken. De reden daarvoor is dat ik vanmiddag de kinderen terugkrijg vanaf hun vader. En dan zijn ze vervolgens 10 dagen bij mij. 10 dagen waarin ik eigenlijk bij hun hoor te blijven natuurlijk. Anders moet ik oppas regelen. Vind ik ook niet zo heel erg fijn. Zeker niet als het niet nodig is. Het is niet handig voor Pascal om boodschappen op te halen. Want dan zit hij na zijn werk. Is waarschijnlijk ook niet heel veel producten meer bevoorraad of beschikbaar. Dus ik dacht, ik doe het gewoon voor 2 weken. We hebben een vriezer, we hebben een koelkast. Gaat helemaal goed komen. Misschien inderdaad dat we wat verse dingen missen straks. Maar we gaan kijken in hoeverre we het voor 2 weken gaan redden. Ik ben dus bij de Lidl en bij de Jumbo geweest. En ik ga eerst de spullen van de Lidl laten zien. En een beetje wat ongeveer de bedoeling is. Wat ons weekmenu ongeveer zijn. De maaltijd die ik heb bedacht. Ik zet ze sowieso even onder in de omschrijving neer. Maar bij deze video zit dus geen blogpost. Die komt waarschijnlijk pas over 2 weken. Dus als je deze video ziet ergens in april, dan staat hij er waarschijnlijk bij. Als je deze video's hebt gevonden, deze video een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Dit zijn alle boodschappen van de Lidl. Ik moet zeggen, ik was daar redelijk vroeg. Dus het fruit en zo, dat ging allemaal nog wel. Maar het vlees en zo, dat was gewoon nog niet, of nog niet aangevuld of het was gewoon op. Ik weet niet, het varkensvlees was er wel, maar dat eet ik natuurlijk eigenlijk niet heel erg veel meer. Dus dat was even een probleem. Dus om te beginnen, tomaten. Die heb ik nodig, want we gaan een keertje wraps eten. Ik dacht, dan hebben we lekker wat tomaatjes. Deze zag ik liggen, die stond eigenlijk niet op mijn boodschappenlijstje. Maar een barbecue worstjes van kip, ik denk dat gaat er altijd wel in. En ze waren nu wel in de aanbieding. Ik heb geprobeerd om de aanbieding aan te houden qua voorraadaanvulling. Maar de dingen die ik op mijn lijstje had staan daarvoor, die hadden ze dus nog niet. Die waren niet bevoorraad, dus dat is een beetje jammer. Ik heb wel een extra pak lasagne meegenomen. Die kan gewoon in de vriezer. En mocht ik, als die kinderen weer naar hun vader zijn, niet heel erg snel tijd hebben om boodschap aan te vullen, dan hebben we een lasagne. Dan hebben we een heleboel pannenkoek en poffertjes. Want Brooke is vrijdag jarig. Dus als je deze video ziet, is ze vandaag jarig. En toen dacht ik, nou, dan eten we s'avonds met pannenkoek. Heeft ze in ieder geval nog een beetje het gevoel dat ze jarig is. Want we eten op zaterdag natuurlijk altijd al friet. En ja, we kunnen haar verjaardag niet vieren. Dus ik dacht, misschien wordt het meisje hier gelukkig van. En toen stond het me bij dat ze liever poffertjes had als pannenkoeken. En de slechte moeder in mij raakte in paniek. En denk ik, weet je wat, ik neem het gewoon allebei mee. En ik gooi wel wat in de vriezer wat overblijft. We eten ook een keertje shawarma. Ik heb ook extra pita broodjes. Want ja, ligt aan hoeveel kinderen we zijn. Maar anders dan kunnen we deze dan midden doen. Volgens mij heb ik deze gepland op het moment dat we maar met z'n vieren zijn. Dus dan kan waarschijnlijk de helft hiervan bewaard worden. En dan hebben we nog pita broodjes over. Ik heb voor de peren, bananen en appels voor de vitamintjes. Bij de Jumbo hebben we beter kunnen slagen voor nog meer fruit. Ik heb extra roomboter, want we hebben nu nog 2 pakjes. Maar ik heb ook bakspullen op mijn lijstje staan. Dus ik dacht, dan neem ik wat roomboter mee. Zeker genoeg. De pita broodjes dan. Verraste kaas, want we gaan ook een keertje spaghetti eten. Overigens, je denkt van ja, maar waar is jij je spaghetti, groenten en dingen dan? Dat ligt waarschijnlijk dan
al helemaal klaar in de vriezer. Ik heb het echt gewoon gekeken wat heb ik in mijn vriezer en wat heb ik daar nog voor nodig. Extra komkommers, tussendoortje, snackje. Paprika voor bij de wraps, bij de Italiaanse pasta soepjes. Altijd goed. Een extra stuk kaas. Meestal eten wij een heel kaas in de week. En we hebben nu nog een half blok liggen. Dus het wordt krap. Maar ik denk wel dat het moet gaan lukken. En anders dan is dat wel zoiets wat ik denk dat Pascal het nog wel kan vinden na zijn werk. Ik kreeg vorige week het verzoek van de kinderen om alsjeblieft heel veel croissantjes in te slaan. Want die vinden ze heel erg lekker. En het is een beetje hun snack nu. Een beloningje als ze lekker geleerd hebben. En ik had helemaal niks meer. Dus ik dacht, ik gooi er gewoon wel bij. Drie broden. De brood van de kinderen was helemaal op. Want ze eten natuurlijk nu gewoon ook extra brood. In plaats van de 2 boterhammen 's ochtends en 2 boterhammen 's middags. Eten ze soms 's ochtends wel 3 of 4. En 's middags ook. Want ze zijn thuis. Ik merkte aan mezelf dat ik meer ga eten. Dus ja, ik heb even 3 broden gehaald. Omdat ik ook denk dat er niet meer in mijn vriezer past. Want ik ben vorige week ook langs onze bakker geweest. En daar heb ik gewoon extra brood ingeslagen. Omdat die kinderen nu zoveel eten. Roomboter croissantjes, ook voor, ik denk voor zaterdag of voor zondag, of een beetje een feestweekend ervan kunnen maken voor de Burk. Extra siroop, fristi, chocomel en gewone melk. Gewone melk heb ik ook echt nodig voor het bakken. Maar ik dacht, dan kunnen ze, nu doen ze eigenlijk best wel veel fristi of chocomel ook gewoon bij het ontbijt en bij de lunch. Want dan kunnen ze nu het gewoon pakken. En dus dacht, dan heb ik wat extra, moest wel een beetje leuk houden. Hagelslag 2 pakken. Normaal haal ik zeg maar ongeveer 1 pak in de 2 weken. En dan is dat eigenlijk prima. En dan hebben we of de ene week chocopasta open en de andere week de hagelslag. Maar nu is het zo dat ze echt best wel veel eten. Dus het gaat ook harder. En ik moet er toch 2 weken mee doen. Dus ik heb wat extra hagelslag gehaald. En de pindakaas was op. Eigenlijk eet ik alleen ik dat. En de chocopasta uit bodem komt in zicht. Dus dat nemen we ook mee. Dit krijgen ze natuurlijk normaal gesproken mee naar school. Maar ik dacht, misschien is het wel leuk als we van de week ergens een keer een rondje gaan fietsen. Of als we gaan wandelen. Of nou ja, als we even proberen een frisse neus te halen, dat we dit mee kunnen nemen. Dat we onderweg ergens kunnen zitten. Al is het in de tuin. Ook goed. Kuppensoepjes, eigenlijk voor mezelf. Want moeders heeft een pick-me-up nodig. Rond een uur of 2 eigenlijk al, als de school klaar is. Ik heb teddybeer chipjes, knoflooksaus bij de shawarma, ook maar gelijk 2. Want ze dan volgende week nog een keer shawarma eten. Vaak gebruiken we wel zo'n heel dingetje, lekker stinken. Ik zag deze liggen en dacht ik, oh dat is misschien wel leuk om daar een spelletje mee te doen of zo. Ook vanwege het thema boerderij van Brug. Heb ik op Pinterest gezien, zal ik even linken. En dan kan ik zoiets doen. Ik heb paaskoekjes, krakelingen, speculaas van Again. In deze stressvolle situatie ga ik meer koekjes eten. De kinderen eten ook deze koekjes. Pascal eet deze koekjes. En het moet voor 2 weken. Normaal haal ik er denk ik 1 of 2. Dus nu heb ik er 3. Gewone koekjes voor die kinderen. Met chocoladestukjes en zonder chocoladestukjes. En mayonaise en frietsaus. Want ik wilde eentje op voorraad hebben voor het geval die opgaat van het weekend. Chilisaus. Want die was echt helemaal op. Appelmoes. Omdat ik hem niet meer kon herinneren of ik die nog op voorraad had. Ja of nee. En ik had het ook niet opgeschreven. Cheese sticks voor ons, de zoute snack s'avonds. Handwas, want dit is het laatste wat ik nu heb. En de navulling is natuurlijk nergens te krijgen. Dus, nee, niet er maar. En toen zag ik deze liggen. Dat is natuurlijk niet in mijn boodschappenlijstje. Maar ik dacht, die kinderen moeten nu zoveel afzien. Ik vind het echt sneu. Ze hebben echt helemaal niks meer behalve school thuis en school thuis zitten en thuis zijn. Dus nou, dan kunnen ze lekker in bad. Bath, fizzers. Ik heb badpareltjes gehaald, 2 stuks. En bruisballetjes, die lagen klaar. Dus kijk, dat was alles van de Lidl. En dit is alles van de Jumbo, dat valt dus echt wel mee. Ik heb sowieso Crystal Clear gehaald en Cola Light en alle lege flessen weer terug ingeleverd. Dus dat scheelt alweer 3,50 euro of zo. En kleine flesjes voor mee naar ons werk. Mochten we straks weer... Nou, ik pas na 10 dagen, maar pas kwacht sowieso iedere dag naar zijn werk. Het is lekker bruiswater. Dit is altijd 3 voor 5 euro of zo. Nu is seizoensaanbieding volgens mij, of de jaaraanbieding, ik weet het eigenlijk niet. Nu kan ik kiezen tussen blauwe bessen, druiven, mandarijnen, noem maar op. Dus ik heb nog 2 zachte mandarijnen liggen en ik heb nog blauwe bessen. Dus dacht, dan doen we druiven erbij. Deze zag ik staan, die waren in de aanbieding, dus ik heb er gelijk 2 meegenomen. Van,
Sowieso super lekker en het was echt niet duur. Dus dacht die. Dan een beetje voor Brooke's verjaardag. Sowieso vind ik deze ook heel handig als je bijvoorbeeld even snel moet opbakken of zo. Vind dat fijn als olijfolie of bakboter. Ik heb gewone cupcake mix en red velvet cupcake mix. Ik moest ze maar even kijken. Sowieso vind ik het leuk om met hun te bakken. Maar ik weet niet per se of ze deze nou zo lekker zou vinden. Ik in ieder geval wel. Dus kunnen we kiezen. Ik heb er sowieso botercrème op die we dan erop kunnen toeven. En dan heb je dan mondschoeven nodig voor zowel die als voor deze. Kaarsjes, want ik durfde niet te gokken dat ik nog kaarsjes had. Want meestal, soms waren ze, soms ook niet. Dus ik dacht, een nieuw pakje, just to be sure. Nou, dacht ik dat de hutspots of de stamppotgroenten in de aanbieding waren. Maar ik zag alleen maar één zakje hutspot liggen. Dus nemen we de hutspot mee. Appelstroop, want die is bijna op. En dat vinden we lekker bij een boterhammetje met kaas. Dan zag ik deze toen ik naar de Montjoe op zoek was. En toen dacht ik, ik heb nog best wel veel grillburgers liggen. Dus dat is misschien wel lekker. Het zijn met een pita broodje. Het zijn gewoon een boterham. Dat we er dan even wat kaas overheen kunnen smelten. Deze nam ik mee, want ze waren ze aan het aanvullen. Toen dacht ik, yes, kan ik gelijk meenemen. Want die daar staat, die met die groen op, die is bijna leeg. Dus dan heb ik toch een nieuwe spuitbus klaar. En toen zag ik deze nog. Toen dacht ik, ja, die zijn ook goed tot en met de 27e, 28e. Hallo. Tot wanneer zijn die goed? Oh ja, 28.3, daar staat het. Dus het is tot ver voorbij Brooke's verjaardag. Dan kan ze of hier in de kaarsjes uitblazen. Of daar in de kaarsjes uitblazen. Of gewoon, ze is zo gek op donuts. Vooral op deze. Tegelste. Dus ja, ik wil gewoon zoveel mogelijk feestjes voor de maken. Dan kan ze kiezen. Dat vind ik ook wel heel fijn. Chipjes voor ons. Chipjes voor eventueel uitdelen voor die kinderen. Mochten ze dat willen. En een heleboel eieren, want die heb je natuurlijk nodig voor die cakejes. Voor de red velvet cupcakes. Gewoon voor gebakken eitjes, gekookte eitjes. Proteïne source, noem maar op. En toen dacht ik, ja, maar deze is ook gewoon tot en met haar verjaardag goed. Dat is natuurlijk wel veel leuker. En ik weet alleen niet zo goed hoe ik dat ga doen. Want haar vader komt dan wel 's middags nog eventjes. Of met de lunch. Dus misschien dat we met de lunch dan de donuts eten. En dat we dan s'avonds pannenkoek eten. En als toetje dat ze dan voor de zingen. En dat we dan de kaars uitblazen. Zoiets denk ik. Ik weet het niet. Maar goed, dat was het dus allemaal van de Jumbo. Mocht je dan denken, ja, ik heb helemaal niet voor 14 avonden eten gezien. Dat klopt. Want we eten sowieso ook 2 avonden friet en snacks. Dat ligt gewoon in mijn vriezer. We eten een keertje nasi. Dat ligt allemaal in mijn vriezer en in mijn voorraadkast. We eten, nou ja, macaroni ligt allemaal in mijn voorraad. Noem op. Ik zet het sowieso allemaal in de omschrijving neer. Maar ik heb 2-3 weken geleden natuurlijk een best wel grote boodschappenhaul gedaan. Waarin ik heel veel vlees had gekocht. Dus er viel ook niet zo heel erg veel te doen. Want spaghetti, macaroni, al dat droge spul ligt gewoon nog in mijn voorraadkast. En mijn vriezer ligt behoorlijk vol. Dus daar vandaan kan ik vlees pakken en ook groenten. Ik heb vorige week bijvoorbeeld nog aardappelkroketjes gehaald. En er liggen nog mixgroentes. Die waren vorige week bij de Albert Heijn in de aanbieding. Dus ik heb hier nog mixgroentes. Dat heb ik dus net ingezet. Hier liggen nog aardappelkroketjes. Vleeswaren liggen hier nog. Sausijzenbroodjes liggen hier nog in. Hier liggen nog aardappelschijfjes in. En aardappelkrieltjes. Nou ja, nog meer aardappelschijfjes. Zeetse gehaktballetjes liggen daar ook nog. Mijn brood is nu dus aangevuld. En we hebben in de vriezer, in de schuur ligt ook nog grillburgers. Gehakt, kipfilet, alles wat in mijn vriezer ligt noteer ik in zo'n klein schriftje. Ik moet er eigenlijk nog eens even een leuk templateje op iets van maken. Want dan kan je dus zien, even kijken wat het is, ik schrijf er wel meer dingen in dan dat. Maar dan schrijf ik het dus in, even een beetje rommelig. Bijvoorbeeld, nu heb ik lasagne erin gegooid, schrijf ik in van dat ligt dus in huis. Maar ik heb dus in de schuur de pizza nog liggen. 4 kipfilets. 2 keer van die kipkrokantsnietels nog. 4x4. 3 keer nog rundersausijzen per 4. Nog 2 kip gehakt. Nog 2 runder gehakt. Nog 4 hamburgers. En ook nog 8 sausijzenbroodjes. Dus we gaan het echt wel redden. Dus daarom kom ik nu. Ik geloof dat het bij de Lidl was het voor 60 euro. En bij de Jumbo was het voor 30 euro of zo. Dus ik heb echt voor minder dan 100 euro boodschappen gedaan. En ik kan toch 2 weken meer doen. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wil je het allemaal op je gemakje teruglezen? Dus kijk dan even in de omschrijving. Want daar ga ik nu alles zetten.
Mocht je over 2 weken pas deze video kijken, dan is er wel een bijbehorende blog. Vind je deze video nou handig en leuk? Geef dan deze duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. En dan zie ik je in de volgende video. Doei doei!